Hey mensen, Mark hier en welkom bij weer een van de zeldzame, misschien zelfs wel laatste, FIFA 23 video's. En ik heb het gevoel dat we een beetje moeten bijpraten. Ik weet dat jullie ook graag, misschien zelfs wel liever, non-FIFA dingen hebben. Maar ik dacht, weet je wat, dit is ook wel gewoon de game waar mijn kanaal gebouwd is. Plus, er is zo'n gigantische berg nog te doen, te openen, te wat dan ook, dat ik dacht, we maken dit een iets langere video. En dan kan ik ook wat vragen beantwoorden die veel van jullie zullen hebben, want er is wat veranderd en gedaan sinds de laatste keer. Dat jullie er waren, een duimpje omhoog zou deze video enorm, enorm helpen. Kan ik je beloven en garanderen. Mijn team is ook wat veranderd sinds de afgelopen keer. We hebben Vinicius Junior, level 40 dingen. We hebben Rodrigo unlocked op stream. Dan denk je, huh, stream? Ja, ik open af en toe packs op stream, want anders doe ik niks op stream. Uh, we hebben Lucio. Dan denk je, hoe kom je aan Lucio? Lucio had ik uit een player pick van rank 5 toen ik stopte bij 12 wins, want dat had ik nodig voor Coronate. Dan denk je, holy shit, hoe kom je aan Messi? Messi packten we op stream uit een 84 plus keer 3. Of een 83 plus keer 3. En dan denk je, waar is Zidane? Waarom heb je nog geen Zidane? Waarom heb je nog geen Del Piero, Rooney, Xabi Alonso? Dat is dus wat wij vandaag gaan doen. Ik ga, net als iedereen, 84 keer 10 en 85 keer 10 en al die dingen openen. Tot we erbij neervallen. Dat is het idee. Misschien is deze video 10 minuten. 15, 20, ik heb geen idee. Maar ik dacht, we gaan er gewoon doorheen. We reageren op goede shit. Ik beantwoord wat vragen waarvan ik weet dat ik ze constant krijg. En dan gaan we gewoon op die manier een beetje door. Dit wordt een lang, lang project. En dat betekent dat er wat kaarten moeten gaan sneuvelen. Dit is de eerste 92 Reddit Squad voor Sidane. Hier krijgen we wat packs voor terug. En die, kunnen, die shit kunnen we verkopen voor de golds die we vooral nodig gaan hebben. Voor het doen van de 84 x 10 elke keer. Want het gaan er 40, 50 worden of zo. Want zo zie je, de eerste 50k pack die we krijgen is een icon. Het is Lineker. Maar ja, het is wel een 89 rated. Het is niet de meest speciale rating. Maar stel, ik zou dit willen verkopen. Dan verkoopt hij niet. Want dit is sowieso een minimumprijs. Maar het is wel Dit is gelijk 92 rated Squad nummer 2. Schaaf er weer een kleine 250k vanaf. Want hier krijgen we ook gelijk 52k pack. Weer het in het season. En het voordeel is, van deze pack zijn allemaal tradable. Dus alle rares, alle dingen die we krijgen, kunnen we verkopen. Ik denk niet dat we dat gaan doen of moeten doen. Want de waarde is niet gigantisch, maar... De bruikbaarheid dan weer wel. Wat dit is dan? 92 rated squad nummer 3 of 4. Nou, is dit. De vierde 92 rated squad. En is dit het punt waarop we packs gaan openen. Vooral vanwege de goals. Want je ziet het, ik vul het aan met 84 rated. Dat is absoluut niet wat je wilt in dit soort scenario's. Dus we openen de mega packs. We openen natuurlijk de 85 plus keer 3. Ik heb 13 of 14 85 plus keer 10 packs. Ik heb een 84 plus keer 30. Ik heb eigenlijk alles wat je hartje kan begeren. En waarschijnlijk nog een beetje meer. En ik durf te zweren dat ik twee keer Baradi kreeg in die pack. Pakken we gelijk de big boy mee. De bad boy. Die iedereen krijgt bij level 30. 30 keer 84 plus. En we gaan hier denk ik vies veel dupes in hebben. We krijgen Medina. Wat op zich prima is. Het is een goede 94. Voor 92 reddit squad. Zoals wij moeten doen. Uh, nou je ziet het. Een hele lijst aan blauw. Zes dupes. Val me mee. Mascherano. Uh, en dat zet je dubbel. Dat is helemaal niet misselijk. Daar ben ik ook zeker niet ontevreden mee. Wat we wel doen is, we doen dit allemaal zo. Want dan staat het zo meteen bij nieuws. Dan is dit 91 Reddit Squad nummer 1. Daar krijgen wij wat silvers voor en ook die gaan bruikbaar zijn. Zeker als je 84 x aan het recyclen bent, kun je echt wel 3 of 4 zilvers gebruiken afhankelijk van de ratings die je krijgt. En dat staat je dan weer toe om andere spelers te recyclen en voor gebruik voor squads. Wat bijvoorbeeld, terwijl ik deze 91 rated squad doe, ik de afgelopen tijd natuurlijk de vraag die ik voorbij blijf zien komen. Ondanks dat ik die TikTok-video deed en de QA-video en ik nog wat meer RL shit probeer te doen. blijft de vraag die ook op stream voorbij komt is: uh, Ga je nog die video doen met de bank? Als je de vraag zou krijgen, komt dat dan voorbij? Blablabla. Bla bla. Ik zou je daar echt niet te veel aan vasthouden. Like, ik waardeer oprecht, en dat meen ik echt heel erg. Uh, het sentiment dat er is, dat mensen het gewoon heel erg leuk zouden vinden in ieder geval. Maar ik heb zoiets van, ik denk dat heel veel mensen bijvoorbeeld niet beseffen. Dat ik, ik, ik pas niet bij wat het nu is. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar al die optredens die ze doen, dat zijn er veel de afgelopen tijd. Dan moet je dus bedenken, ik heb niks met muziek hè. Nou, ik heb nul muzikale aanleg. Ik zou daar niet eens een beetje bij passen. Ik waardeer het idee dat mensen mij erbij willen zien, maar het... Past niet, dames en heren. Want zo pakken we dus een 91 Reddit Squad weer mee. Door wat spelers die we net hadden te recyclen. Onder andere die Medina. En dan kunnen we door. Want we moeten dus door blijven gaan met packs. Nou kun je dus zien, we hebben echt een vies lange lijst. Aan allerlei dit soort packs. Het is echt het is vrij ongelooflijk. Vooral objectives gedaan natuurlijk. Gewoon dingen op stream ook. Onstream de Cup afgerond. Allemaal dat soort zaken. Dan krijgen we hier Zinchenko. Nou is dat niet de allerhoogste. Maar de kans is zeer groot dat we een Futties erbij krijgen. Uh, een dubbele Allison Is gewoon heel erg lekker. Kun je van zeggen wat je wilt, zeer terecht ook, maar je, kijk, dat is zo huge voor welke squad dan ook. En zo zie je dat we grotendeels met die 85 plus keer 10 van net gelijk een squad kunnen meepakken. Uh, het lijkt wat zonde dus, want Allison en blablabla, bla bla, maar die hebben we dus dubbel. En om het tempo erin te houden, doen we gewoon weer een 85 plus keer 10, waar ik weer een goede kaart uit verwacht. Want als je kunt, natuurlijk, en dat is wel een kwestie op die manier, kijk, Modric is awesome om te krijgen... Als je kunt, moet je proberen eerst die 85 plus curtain te doen op een dag voordat je aan de 84 plus curtains begint. Want, de, kijk, het feit dat je skipt gewoon zoveel 84's, dat dit is. Misschien niet de ideale voor een 85 plus curtain, maar dit is, een, dit is een goede 84 plus curtain, maar een slechte 85 plus curtain. Als je begrijpt wat ik bedoel. En zo zie je, wederom, met de pack die we net hadden: 91 rated squad, en dat is gelijk de laatste van Zidane. Daarna moeten we nog steeds vies veel, maar het is wel een goede stap. Dan ook een vraag die ik regelmatig verwacht te krijgen. Vooral omdat we natuurlijk, ik er straks zei van, we doen wel eens dingen op stream en bla bla bla. Waarom neem ik dingen van stream niet op voor misschien in video's? De reden is ook, zelfs als met die QA-video die ik eigenlijk deed waarvan ik zei van, uh, voor die nieuwe cam die ik heb gekocht. Moet ik ook mijn nieuwe pc hebben. Maar mijn nieuwe PC die heb ik nog niet. Want ik wil wel een goede kiezen. Want ja, PC, een goede pc kost toch best wel wat geld. En ik hou niet per se van vies veel geld in één keer uitgeven. Dus ik wil wel gelijk een goede keuze maken. En als ik stream en opneem tegelijkertijd is de kwaliteit meestal niet super. En ik weet dat jullie beter verdienen dan wat je krijgt soms. Dus daarom dacht ik, we maken er wel het beste van. Terwijl we hier een goede Casimiro krijgen. En daarom dus kijken we. Oké, okay, wat zit hier. Uh, twee icons? Goed. Volledig blauw, ook goed. Eh, uh, ja, dit, dit is oprecht best goed, want zo pakken we ook de eerste 90 rated squad mee, waar we niet de beste packs voor terugkrijgen, maar zelfs packs waar maar een paar rares in zitten, is alles welkom. Want al die packs die we nu opgespaard hebben, dat is leuk, maar het gaat om wat we straks kunnen recyclen, daar heb ik alle spelers voor nodig. En om natuurlijk te recyclen, moeten we ook goede rated kaarten, hoge rated kaarten hebben, wat betekent dat we nog een 85 plus keer 10 meepakken, in de hoop dat het ons weer zegt, dat we weer een 90 rated squad kunnen meepakken in één keer. S uh, Ruben Diaz, zeer goed, lijkt motorrids categorie goed. En daarachter. Luis Vigo. Ik had hem willen packen toen die kaart uitkwam. Dat meen ik echt. Maar het mocht helaas niet zo zijn destijds. Uh, deze zodat we ze bij nieuwest zien. Uh, deze Figo kaart is nog steeds goed. Maar je hebt zoveel kaarten nu al. die even goed of beter zijn. dat het eigenlijk gewoon oneerlijk is. Zo is het ook weer. Binnen no time: 90 Rated Squad. Prime election Players Pack. Uh, Zaha gaat er natuurlijk in. Maar die krijgen we ook weer terug. Dus dat vormt geen probleem. En zo zitten we over de helft van Zidane. En voor context ook, want we zijn natuurlijk bezig en deze video wordt het allemaal natuurlijk een kort stuk gedaan. Ik heb nu in een paar momenten tijd, als we even teruggaan zo. We hebben nu 10 squads gedaan van Zidane in 24 minuten. Een vraag die ik sowieso ook regelmatig krijg, terwijl ik natuurlijk hier een toko en kamika uit een Prime Electro Player spec. wat hartstikke welkom is natuurlijk, 92 rated fodder, is een vraag die ik nou, op stream soms krijg. Van of ik volgend jaar ook natuurlijk weer een road to glory ga doen. Natuurlijk, Missy Markt, blablabla. Bla. Toch een, een soort alliteratie waardoor mensen me herkennen van tijd tot tijd. Ik bedoel, ik denk het wel. Maar ik denk wat ik wel wil proberen. Oh, weer heel erg nice trouwens. Vigo, um, uh, de spitsversie. Geinig. Um, oh, oh, ik wil het minder vaak doen. Like, ik wil dat het betere video's zijn, maar dat ze er minder vaak zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want ik merk dat dingen, mensen dingen zoals die QA of die TikTok-video waarderen. Um, ik heb geen TikTok. Ik zie nog steeds geen reden om een TikTok te maken. Maar het kan misschien handig zijn om wel te doen. Als dat gewoon ervoor zorgt dat mensen meer hebben om te zien. En you know, misschien dat ze daardoor andere mensen aantrekken. Zo pakken we ook gelijk de volgende 90 rated mee. Zonder ook maar echt iets te hoeven doen. Uh, ik hoop dat de 89's wel in buurt komen, want hoe lager de rating, hoe meer we overhouden, hoe meer we kunnen recyclen. Want ik heb nog steeds 90 packs en waarschijnlijk nog steeds iets van 9 of 10, 85 plus keer 10 packs. Wat dus wel betekent dat we hier door Zidane gaan afmaken. Weer een Merino, ja letterlijk back-to-back -back 85 keer 10's. Hopelijk ook een Fuddies. Wel Icon's rijkaart. dat is heel goed. Uh, de ratings zijn nog steeds heel goed. Sterker nog, misschien zelfs wel te hoog voor wat we nodig hebben. Dit is zo laag als we kunnen gaan qua goals inleveren voor een volgende 90 graded squad. Nou hoop ik wel dat ik alle dupes erin heb gegooid. Maar daar ga ik zelf achter komen. Wat ik trouwens ook zie in de comments, waar ik me zeker wel bewust van ben, is het gebruiken van Engelse woorden af en toe in zinnen. En die comments krijgen zeg maar ook likes. Dus het is wel een ding van, oh, dit stoort mensen echt. Uh, en ik ben daar niet uh, blind voor. Dus ik probeer er wel op te letten. Ik moet zeggen, het zit, het zit een beetje in mijn systeem. Wat niet een goed iets is, ik probeer dat niet te promoten. Maar tegelijkertijd is het wel zoiets van, oké, okay, dat is een gewoonte die we af moeten leren. Want ik snap dat het irritant is. Zeker, ik, ik merk het ook als ik het hoor bij anderen die het doen hoor. Zo, we hebben ook eerst een 89 squad van Zidane op, en hoeven we er nog maar vijf? En dat gaat echt na nou, minder dan vijf minuten ook kost. Dupes houden ons echt er toch niet tegen, want we gaan gewoon voor nog een 85 plus kurtin. Het kan ons niet. Eigenlijk, motorisch zou heel welkom zijn. Dit, Autadisch hoogste, dat kan best wel een stinker worden als ik dan zo bedenk. Uh, Bergkamp, Blam, doe ik, ik bedoel, ja, dit, dit is wel, dit is wel een van de mindere tot nu toe. Dit is waarschijnlijk mijn slechtste tot nu toe. Zo ook in één keer de volgende 89 rated squad af. Prime mixed is zeker niet super. Maar als dat weer eens een Orsolini geeft of iets in die richting en Gary Lineker is, het allemaal welkom. Nou, ook mijn coins zijn natuurlijk een dingetje waar mensen aan vragen: wanneer ga je die eindelijk eens uitgeven? Uh, ik speelde afgelopen Weekend gewoon Weekend League. Puur omdat ik, you know, ik had Ronaldinho en zo. Ik dacht, daar moet ik toch een keer wat mee doen. Tuurlijk kan ik gewoon mijn team maken en het waarderen voor het mooie team dat het is. Maar ik wilde het ook gebruiken. Dus ik ging 14 op 0 en mijn T-Score pushte hem om door te gaan. Dus ik ging uiteindelijk 16-3. Uh, en ik dacht van, oké, okay, dan krijgen we dus coins voor, Travel Player Picks en zo, allemaal dat soort zaken. We hadden ook best wel goede Player Picks, mag ik zeggen. Uh, dus ik had zoiets van, oh, wat gaan we nu met die coins doen? En toen, oh wacht, ik moet die andere dingen wel naar de club sturen. Maar dan dacht ik van, ah, wat, wat zouden mensen willen zien? Wat, wat is dit, wat ik mensen ermee willen doen? Dan denk ik van, oké, okay, ik ga dus als ik straks. Niet, nou ja, ik kan natuurlijk recyclen. Net als ieder van jullie kan ik straks bezig recyclen in 84 keer 10 Maar als ik straks merk van, hé, hey, ik heb niet direct meer iets, dan koop ik gewoon elke leuke storepack die er is. Ik wil er niet saai mee doen met die coins, ik wil niet gierig doen met die coins. Ik wil ze gewoon uitgeven, net zoals letterlijk iedereen. Eh, om gewoon te zorgen van, hé, hey, kijk, you know, die coins maken inderdaad niet uit. Het is augustus, dus la laten we even normaal doen. Want zo droppen we ook een 88-rated squad. Ze dus heb je steeds minder rares nodig. Sorry, steeds minder special cards. Wat ervoor zorgt dat we zometeen ook gewoon makkelijk door Del Piero heen kunnen gaan. Dat we door Xabi Alonso heen kunnen gaan. En nee, dat bedoel ik niet op die manier. Zo heb ik nu dus alleen al nog steeds 5, 85 plus keer 10 packs. Dan heb ik nog 25, 50k packs. Ik heb nog een hele rit en ultimate packs. Het is zo stupid wat ik zo lang heb bewaard. Niet eens bewustie, maar gewoon meer van. Ik, ik zag niet echt waarvoor het ingeleverd moest worden, als je dat begrijpt. Dus nu al, kijk, al deze dubbelen, dat is natuurlijk veel te veel voor welke 88 graded squad dan ook. Dus wat wij dan gaan doen, is we doen er gewoon gelijk twee. Zo leveren we één van de laatste drie squads in, een 88 graded. Zo hebben we ook de squad gedaan waardoor we de, onze laatste drie dupes hebben ingeleverd. Zo doen wij de laatste 88 graded squad van Zidane. Dan kan ik zeggen dat Zidane heeft mij... Ik bedoel, ik ben nu 40 minuten aan, 41 minuten aan het opnemen, technisch gezien. En daardoor hebben wij 99 Coverstar Icon Zidane. En het ding is, we zijn nog lang niet klaar. Dat is eigenlijk het mooie. We hebben nog zoveel packs, zoveel te recyclen. Dat dit oprecht het begin is. Plus, dit was de langste SBC. En dan zei ik net weliswaar heel leuk dat de Ziane SBC het langste gedeelte was van deze video. Dat was het zeker niet. Dat was het zorgen dat het videobestand van Elgato niet corrupt was. Ik zeg eerlijk, het eerste deel van de video is misschien sommige dingen kraken een beetje. Maar het heeft me dik vier uur gekost om te fixen dat die bestanden niet compleet uit elkaar vielen. Ik wil dat nooit meer hoeven doen. Maar ik heb wel twee squads weer die ik nu kan doen. In ieder geval één. Twee sowieso. De 92 en 91. Dit wordt de 92. Het lijkt wat veel. Maar ik bedoel, ik ga die kaarten niet gebruiken. En zeker in dit stadium. Alles wat niet in de baas staat, of op jouw bank zit, en dan specifiek de wissels, dat is voller. Want dit is een 91, again, lijkt, lijkt gek in sommige mensen hun ogen, maar die Savin heeft iets van 67 reacties. Nou, als je dat als keeper hebt, dan wens ik je heel veel sterkte, maar die is slechter dan Walker. En zo hebben we ook de volgende, de laatste 92 rated squad van de Rooney. Dat zijn de zwaarste, dat zijn echt de, de heavy hitters. Maar dan heb je ze wel gelijk, dat was trouwens weer Engels, mijn excuses daarvoor. Hier weer een mega pack waar hopelijk weer een blue in zit, dat doet het vaak. Again, en dus tradable, en dat helpt gewoon. En om de club daarmee aan te vullen, gaan we door waar we gebleven waren met 85 plus keer 10 packs. Waar sowieso, ik bedoel, ik wil een zien graag. En het is waarschijnlijk, het is een Casemiro. Dat voel je dan gewoon. <laughs> Want zo pakken we, met behulp van mijn duplicates, een 91 graden team mee. En dat is de ene en laatste van Rooney alweer. Nieuwe ronde, nieuwe kans, en hopelijk geen Casemiro als beste dit keer. Zou heel welkom zijn. Uh, het woord, ha, nee niet halen, Pellegrino... Tuurlijk wordt het geen Haaland, niemand pijkt Haaland. Uh, wel een... Ros. <laughs> zo fixen we de laatste 91 en 90 rated squad. En dat betekent één heel positief ding. We hebben Wayne Rooney binnen. Uh, die komt in mijn team. Niet, misschien niet ieders, maar ik wil in deze fase gewoon gebruiken wie ik wil. En Rooney is zo'n kaart voor mij. Mooi om te hebben. Moeten we zometeen nog Xabi Alonso. Die heeft nog vier squads nodig. Maar dat zijn allemaal lager dan 90 rated squads. En ja, Rooney met 5-5, dat is gewoon leuk. Want deze volgende 85 plus keer 10 moet ons een klein beetje zegenen. De squads moeten mee zitten, de spelers vooral. Frans, uh, Klaus, wil ik zijn futties van. Dus dat kan niet in deze pack. Althans, op papier niet. <laughs> ja, ik bedoel, het is een futties. Dat is waar ik om vroeg. Uh, het is alleen niet precies degene die ik wilde. Laat ik het zo zeggen. Maar het helpt ons gigantisch qua, qua ratings. En dat is hetgene dat boeit. Dus... De, in ieder geval Giles en Allison gaan erin. Zo dus pakken we gelijk de 90 graded mee. Giles erin, Allison erin. Gelijk doorgaan. Uh, Allison dus wel daarin, maar dat kunnen we dus hebben. Uh, het ding is wel: het was wel een 90 graded squad. Dus ik zat een klein beetje blind te doen. Maar ja, ik moet mijn bril schoonmaken volgens sommigen. Is ook stiekem wel een beetje waar. Mijn laatste: 85 plus keer 10. Voorlopig in ieder geval natuurlijk. Ik ga wel fixen dat ik er nog meer heb. Uh, het zou leuk zijn als we weer een roze krijgen, want die helpt ons gewoon enorm. Kane. Uh, ik weet niet. Akpom natuurlijk, de nieuwe Ajax ziet. Pff, ja, dubbel. Ik bedoel, al teken het, maar dubbel. En zo ook de volgende 90 rated van Xabi Alonso. En Xabi Alonso wil ik echt graag in mijn team hebben. Want ik weet dat dat stupid klinkt. Want ja, je, je ziet al die teams van mensen. Dan denk je van: waarom wil je naar Xabi Alonso? Hij was gewoon cool. Bij, bij Bayern, bij Real, bij Liverpool. En dat is gewoon een kaart die je wilt hebben, toch? 89 rated squad. Ook weer gedaan. Gewoon wat 92 gebruikt. Vooral een paar die nog op mijn transferlijst stonden. En dan nog. Eén squad voor Xabi Alonso. En dat zou heerlijk zijn, want ik zweep me hier dood. En zo is de laatste, de 88 rated squad van Xabi Alonso is gedaan. Dat betekent dat mijn, ik wil zeggen bijna ultimate Team, maar ik voel nog wel een R9 SPC aankomen. Die gaat ons weer een godsvermogen kosten, maar we hebben coins, we hebben packs. Dat gaat dus allemaal goed komen. Maar nu hebben we dus al Zinedine Zidane, Xabi Alonso... En Wayne Rooney. En als je nou vraagt wat we nu nog moeten doen. Terwijl ik inderdaad het intershirtje draag wat ik toen met Raoul heb gekocht. Waarom draag ik dat? Nou omdat het nu kwart over zes is. Ik kan pas over een half uur naar de gym. En dat dus betekent dat dat we nog een paar squats doen. Van Del Piero. Wat gelukkig kan ik er een paar doen. Het scheelt. We hebben 392 92 graded squats. En als ik goed opgelet heb. Doe ik gisteravond de squat alvast neerzetten. Dan kan ik ze alle drie doen zonder ook maar een pack te hoeven openen. Dat betekent dat wel dat we daarna een redelijk lege club hebben. Maar goed, dat moet je natuurlijk altijd een beetje voor lief nemen. Dus hier nog een 92 graded squad. Again, spelers die we allemaal kwijt kunnen. Ik dacht er even over om scores te gebruiken. Het leek me gewoon log weet je wel. Ik, vroeger deed ik het wel als een ultimate team. Ik was een van die losers die dan in FIFA 13 nog, of FIFA 12, uh, Paul scores gebruikte. FIFA 12 was het geloof ik. FIFA 13 weet ik niet meer of die er nog in zat. Ja, FIFA 13 ook nog. Dus ik dacht, oké, okay, dat doen we. Uh, oh, wacht. Dit klopt dan niet helemaal. Dit was... Was dit geen 92? Maakt niet uit, als het geen 92 was, dan drop ik daarin gewoon. Uh, weet ik wel, Ik pak een Borini of zo. Uh, die doe ik voor een van mijn cosplay. Je ziet wat ik aan het gebruiken ben. Dus dit is goed, dan is dit wel een 92. Kunnen we die inleveren? Krijgen we ook weer een mega pack voor? En dat betekent dat we daarna gewoon even door kunnen pakken. En dan kunnen we dus straks nog de 84 plus 10 packs die ik heb gebruiken om alles te doen. Uh, hier moeten we dus een andere speler inleveren. leveren. Want hier stond waarschijnlijk Borini dan, denk ik. Uh, maar ik heb net een beetje gelopen uh, doen en bla, bla bla bla. Dus dan moeten we nu even kijken. Ik wil alles inleveren. Daar ben ik echt, uh, heb ik gezegd. En dat meen ik ook, ben ik de moeilijkste niet in. En uh, dan droppen we die Arsenietje in. En dan is het wel goed. En dan heb je ook de 91 graden Squad al gedaan. En zo hoef ik in plaats van 13 teams. Nog maar 9. En van 9 naar 8. Want we doen hiermee een 91 rated squad. Kamavinga lijkt zonde. I know. Maar ik gebruik echt heel erg vast nu Cap Dus ik heb zoiets van. Oké. Okay, kunnen wij hem leveren En zo moeten we nog 8 squads voor Dopiano. Zijn we nu weer een paar uur verder. Uh, heb ik weer een babyface. Wat betekent dat als ik bier zou willen kopen. Ik weer gecontroleerd zou worden. Want dat is altijd het gevolg. Als ik me scheer. Ook al ziet mijn... Vorm van gezichtshaar er nooit uit. We hebben een 91-rated squad. Dat betekent dat wij van 8 naar 7 squads kunnen gaan. Nou is dat natuurlijk al heel erg lekker. Maar het is nog lekkerder dat wij van 7 ook gelijk naar 6 kunnen gaan door een 90-rated team mee te pakken. Nou nu zitten we wel op het punt dat we weer packs moeten openen. Want ik heb weinig special cards meer. Maar wat ik wel heb is genoeg 84 plus keer 10 packs. Dus dan openen wij ook gelijk een 84 plus keer 10 in de hoop dat ik een Ginola krijg, een Rashford, iets in die categorie. We krijgen weer de tonalie als hoogste. Dat is iets minder veelbelovend. Maar we hoeven ook niet de aller, allergekste squads meer. Plus een Di Maria en een Walker zijn nog steeds super welkom. En zo hebben we ook met 10 spelers uit de pack van net. De 90 rated squad gedaan. Zitten we op 5. Moet er nog 1 90 squad en daarna moet elke pack gewoon een nieuw team zijn. En om ons daarbij te helpen doen we weer een 85, 84 plus keer 10. Mijn excuses, het is Frimpong. Hebben we ingeleverd net, dus dat is niet zo erg. Hopelijk een, een Smertens. Mertens. Ik bedoel 95, 94, 94. Ik denk dat we over gaan houden. En dat hoort een beetje bij het recyclen natuurlijk van dit soort packs. Zo pakken we weer een 90 rated team mee. En dat is de laatste van zijn soort. Dus nog drie teams, 3 teams. Ja, ik wil zeggen 289 en 88. Volgende 84 plus keer 10 dan. Laten we hopen dat hij ons weer bijstaat. En Futties, wederom zou je welkom zijn. Dit keer is het Molina als hoogste. Hoeft niet het einde van de wereld te zijn, maar kijk, uitstekend. Uh, ik bedoel, het middendeel is vervelend. Maar die icons helpen gigantisch. En ja, voor de zoveelste keer Orsolini ook. Zo hebben we ook een 89 rated af. Eén van de laatste drie. En we hoeven niet eens de een hele 84 plus keer 10 van net te gebruiken. Dus die komt super welkom uit. Vooral omdat we in een stadium zitten dat we niet echt duplicates kunnen krijgen. Volgende 84 plus keer 10. En ik wil roze zien bij voorkeur. Ik bedoel, Frans Todibo. Nee, Staliba 92. 92 is een veel voorkomende rating op dit moment. En dubbele Frimpong. Hadden we op een gegeven moment natuurlijk aan kunnen zien komen. Uh, maar dit is voldoende. Het is uh, verder van geweldig, maar het is voldoende. Want dit is zo ook genoeg voor een 88-rated squad. En dat is de ene laatste. En dan wordt dit de laatste 88 squad die wij inleven voor Del Piero. Er moet een zilver in, want ik moet een Juventus spelen hebben. En Kyle Gordighe was de enige van zijn soort die ik had. Maar dit betekent wel dat wij klaar zijn met al die stinkende Icon SBC's. Althans, ik heb alleen Del Piero nog nodig. Carlos hoef ik uiteraard niet. Ik zat wel leuk te verkondigen dat het de laatste squad was, maar dat was helemaal niet zo. Ik moet er nog een, een 89. Dus we openen hier een blauwe. Nou ja, het is een blauwe, het is een Argentijnse, het is waarschijnlijk Molina weer. Het zou grappig zijn als het weer Messi is. Medina, I'll take it, met een Balak en een Giroud. Kijk, dit moet een 89 squad zijn, hè. Nou, dat is te makkelijk. Want dan is dit nu wel de laatste. Een Prime mix Players Pack krijgen we nog voor, maar dat is niet het belangrijkste. Wij krijgen 98, 5 ster, 5 ster, 96 Pace Alessandro Del Piero. En heel blij dat we deze hebben afgerond. Want nu kan ik alles wat we packen, alles wat we mogelijk nog elkaar packs kunnen verdienen... Focus op, misschien nog een Vieira die komt, misschien nog een R9 die komt. Uh, al heb ik nu al twee spitsen, dus het zou niet per se nodig zijn. En ik heb ook nog Vini, maar het gaat om het idee. En dan wordt dit voorlopig mijn team met Del Piero, met Ronaldinho, met Rooney, met Zidane en met Xabi Alonso. En dan kijken we nog wel wat er nog komt. Maar ik, uh, als je het volgehouden tot dit punt, ja, echt mijn gigantische waardering voor jou. En ik check jullie hopelijk binnenkort weer bij een stream of een video. Joe